Assalamu alaikum allemaal. Welkom bij een nieuwe vlog, zal ik maar eigenlijk zeggen. In mijn eerdere post had ik een verhaal neergezet met deze doos, deze onderste doos. En hier zit onze nieuwe product in, speciaal voor baby's. En ik ben zo enthousiast, ik ben zo benieuwd wat jullie hiervan vinden. En ik dacht, nou, we gaan hem samen unboxen en in elkaar zetten. Ik zal maar even laten zien wat ik heb. Tadaa! Dit is de Moon & Star Cup Mobile, speciaal voor baby's. En dit is niet zomaar een mobile. Dit is een Cup Mobile met hele zachte, rustgevende soera's en Koran versen. Dat is ook de reden waarom ik deze heb aangeschaft, omdat ik het zo'n uniek product vond. En ik vind dat Nederland hier eigenlijk ook kennis mee moet maken. Nederland en buiten Nederland natuurlijk. Dus we gaan hem unboxen. Ik ben heel benieuwd. Ik zie het nou eigenlijk voor het eerst. Ik heb al wel de doos al even opengemaakt om te kijken. Want ik had batterijen nodig. Dus ik ga hem samen met jullie unboxen. Ik ben heel erg benieuwd hoe die in elkaar eruit gaat zien. Goed, wat we hebben. Dit is het eerste zakje. We nemen niet kwalijk, ik ben verkouden. En ik hoop niet dat ik moet niezen in dit filmpje. Dat gebeurde eigenlijk het moment dat ik het vliegtuig uitstapte, begon ik verkouden te worden. Kijk, dit is toch hartstikke leuk. Super schattig. Een groene. Dan hebben wij. Ik hoop ook dat het geluid trouwens goed is. Een blauwe. Ik heb eerder al een filmpje opgenomen. Ik ben volgens mij ook een keer live gegaan, maar dat lukte niet heel erg goed. Ik vroeg me af, wat vinden jullie hiervan eigenlijk? Van zo'n filmpje of een vlog? Ja, een filmpje eigenlijk. Vinden jullie dat leuk of hoeft dat helemaal niet? En wat willen jullie dan zien? Laat het achter in de comments, zou ik maar zeggen. Wat jullie vinden van zo'n filmpje. En vinden jullie het leuk om dan vaker filmpjes te zien van mijn nieuwe moslim? Een paarse. Deze trouwens lijkt op onze Dua Pillow. En deze lijkt op onze Koran Pillow. Zo schattig. Deze kan niet hangen omdat deze geen wolkje heeft. Oké. Dan bij deze. Ik denk dat ze er zo gaan afvallen, maar maakt niet uit. De bevestiging van aan de box of aan het bedje. De spaceship. Die zat er al vast, maar die heb ik even losgemaakt. Hier zit dan een schroefje aan vast. Die gaat best wel diep, dus het is best wel zeer veilig voor kinderen. Deze twee. Nog zo'n bevestigingclipje. En tenslotte de afstandsbediening. Nou, ik zou zeggen, pak een kopje thee of koffie erbij. We gaan hem in elkaar zetten. En veel plezier met kijken eigenlijk. Nou, we beginnen met deze. Ik heb trouwens op de doos staat ook de beschrijving. Ik ga hem even terug duwen. Want kan ik het jullie even laten zien. Staat de beschrijving. Dus het is heel makkelijk in elkaar te zetten, denk ik. En er horen 3 keer AA batterijen in. De mobile en de remote. 2 keer AA. Dus ik zou zeggen, we gaan hem
in elkaar zetten. En ik ga zo, ik zet hem even schuin, want dan kan ik namelijk even meekijken op de beschrijving. Oh, daar ging al eentje. Hier kan ik namelijk de beschrijving in terugvinden. Dan beginnen we met deze twee. Die gaan we zo in elkaar zetten. Dan hebben we deze nodig. Die, even kijken. Er van onder bevestig je die hem hierin. Nee, andersom. En dan hou je hem goed vast. Goed. Eerste item is al vast. Dan de spaceship. Dit is de spaceship. En ik heb mijn schroevendraaier erbij. Oh, misschien is het wel leuk om... ja, het is eigenlijk niet... Het is een beetje aftapik, maar... ik heb deze heel schattig koffertje gekocht met al mijn tools. Roze. Dus roze schroevendraaiers, deze onder andere. Een hamer, roze. Ja, ik vond het wel grappig. Het is altijd handig om in huis te hebben. Oh, ik ben trouwens pas verhuisd. Dus vandaar dat het geluid ook wat hol klinkt. Omdat er eigenlijk nog geen meubels staan. En vandaar dat ik dit ook heb gekocht. Oké, even zien. Ik neem even een goede plaats aan. Ik heb een kopje thee er al bij. Rooibosthee. Ik heb nog niet mijn eigen mok, maar gewoon een bekertje. Goed. We gaan aan de gang met de batterijen. En even kijken. Ik wil even mijn batterij pakken. Die ligt ergens. Ik weet niet of ik het al... Ja, dat heb ik al wel genoemd. Of jullie het leuk vinden om vaak een filmpje te zien van mij. Of van mij die los in. Oh, hier ligt die. En de batterijen. Ik heb, ja, ik heb gewoon deze gehaald bij de HEMA. Maar volgens mij heb je ook bij de Action. 8 stuks. En dan horen daar de spaceship bekijken. 3 AA batterijen. Die gaan we doen. 1, 2, 3. Oké. Goed. Even kijken. Plusje wordt hier. Dat is 1. Ik kan zijn dat jullie dan al meteen wat horen. Ik wil dat eigenlijk bewaren voor als ik hem helemaal aan elkaar heb gezet. En de laatste. Even kijken. Nou. Oké. Ja, hij gaat al aan. Maar ik bewaar het voor als ik hem helemaal aan elkaar heb gezet. Dan gaat het hoesje er weer op. Schroefje gaat er weer in. Schroeven. Waar heb ik nou weer? Ja. Die maken we weer vast. Het was wel even wennen om weer terug te zijn in Nederland hoor. Ik ben 3 weken geweest in Suriname. En het was ook behoorlijk warm. Ik heb vernomen dat in de maand september, oktober, dat zijn dus de heetste, ja, de warmste maanden in Suriname. Dus ja, dat hebben we wel behoorlijk gevoeld hoor, moet ik zeggen. Maar het was heel erg leuk. Ik vond het ook, ja, ik wil bij deze ook iedereen bedanken die heeft meegekeken en die zoveel interesse had. En die ook privéberichtjes hebben gestuurd. Maar ook gewoon alle andere kijkers. Ik vond het hartstikke leuk om te zien. Ik heb het natuurlijk voor het eerst gedaan en ik wist niet precies wat ik moest verwachten. Omdat het eigenlijk gewoon niet iets is van, ja, het is niet iets van mini-moslim. Ja, het is wel van mini-moslim, omdat ik natuurlijk op vakantie ben geweest. Maar het was een beetje een andere, ja, even vanuit de binnenkant van mijn mini-moslim. Dus dat, ja, ik vond het hartstikke leuk om, ja, te zien dat jullie zoveel interesse daarin hadden. Intussen ben ik nog steeds even bezig met het schroefje, want dat zat een beetje
schuin. Ik ga hem weer even helemaal losmaken. En dan weer even mooi recht erin doen. En ja, vooral, ik had veel reacties ook op de moskeeën daar. Die zijn zo mooi. Echt prachtig. Prachtig land. En ik vind het ook heel fijn om te zien, te lezen, te horen van jullie. Dat jullie nu een goed beeld hebben van, of een beeld hebben van Suriname. Omdat de meesten niet wisten dat er zoveel culturen wonen. Dus bij deze. Goed, we gaan verder. Dan hebben we nodig de arm. Dat is deze. Even kijken hoor. Zit de arm. Zit de bracket. Deze heb ik dan nodig. Die maak ik vast aan. Kijk of ik het al, of ik dat wel goed heb. Ja. Ja, die gaat dan hierin. En dit klik je dan naar beneden. Dat die hier tussen zit. Oké. Dan hebben we dus dit gedeelte al vast. Oké, dan gaan we over naar de spaceship. En ja, dit gedeelte van de spaceship, die maken wij. En dit is special to the hook on the bottom of the arm. Oké. Ik heel even nog kijken of ik het wel goed doe. Ja. Oké, deze gaat dus hier vast. Die moet dus hierin. Hangt hij. Ik wil een bloem draaien. En dan hebben we ook nog onze gedeelte. Dan hebben we ook nog dit gedeelte. Die moet dan weer. Even kijken. Oké. Doe ik dat goed? De spaceship. Ja. Dan heeft de onderkant een haak. Die had ook nog een bevestiging, dus die maak je dan hier aan vast. Zo, dan hebben we dit. Oké. En dan, nou ja, dan is die eigenlijk al bijna af. Dan gaan we de zachte sterretjes bevestigen. Even kijken van de center of. Oké. De maan die gaat in het midden. Dat is zeg maar die geen wolkje had. Dus die gaat hier in het midden. Ik haal het even weg. Dan kun je misschien beter zien. Oké. Die gaat hier. Even vasthouden. Oké. En dan de rest. Ja, ik heb het maar in principe niet uit. Even kijken. Oh, en de staaf van de hoeks op de end of the balls. Oké, ja. Dan hebben we de gele. Oké, geel gaat bij geel natuurlijk. De groene gaat bij de groene. De paarse. Bij de paarse. En de blauwe. Bij de blauwe. Oké. Dan hebben we hem volgens mij. Oh, wacht even. Ja. Volgens mij hebben we hem dan helemaal af. Dan ga ik hem proberen hier aan vast te zetten. Dan kijken of dat wel gaat werken, want
Het is maar een opklaptafeltje. Oké. Dit gaat dus aan de buitenkant. Ik hoop dat, ja, dat ik het goed doe. Nee, dat wil ik dus niet. Want ik ga hem even keren. Zo. Ja. Dan, stel voor dat dit dan de box is van de baby. Ik hoop dat hij blijft zitten, want zoals ik zei, is het maar op het tafeltje en hij valt al. Oké. Ik hoop dat hij blijft. Ik moet hem wel even vasthouden. Ik hoop dat ik wel een beetje goede in het beeld kan krijgen. Oh, hoe schattig is dit? Ik ga hem nu aanzetten. Ik ben heel benieuwd. Aanknop. Zachter zetten. Een heel zacht zetten. Oh, dat is fijn. Ja, dit is nou op zijn zacht. Superleuk. Ik ga ze niet helemaal afdraaien. Dat komt waarschijnlijk nog weer in een ander filmpje. En voor degene die hem aanschaf, kunnen we hem dan lekker genieten in het echt ook. Hij draait dus vanzelf. En ik moet zeggen, ik ben echt ontzettend enthousiast erover. Het zijn hele mooie zachte pastelkleuren. Ik ben deze nog vergeten te laten zien. Dit is dus een afstandsbediening. Daardoor hoef je het kindje dus niet te storen altijd om daar te klikken. Maar je kunt hem gewoon bedienen met dit afstandsbedieningje. Heel schattig. De volume kun je regelen. Ik moet hier nog de batterijen in doen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dat jullie hebben genoten ervan. Ik zal vast nog wel een filmpje laten zien in het donker, zodat jullie ook het licht kunnen zien. De lampjes. Zoals ik al eerder zei, ik vond het best wel... het is eigenlijk nieuw voor mij om zulke filmpjes op te nemen voor jullie. Dus misschien horen jullie ook nog wel aan mijn stem dat het voor mij ook niet vloeiend gaat. Maar goed, ik hoop inshallah dat het wel wat beter gaat. Als jullie leuk vinden om meerdere filmpjes te zien. Ik ga bij deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik lees graag jullie reacties ook. Wat jullie hiervan vinden. En wat jullie nog meer willen zien. Of wat jullie misschien niet hoeven te zien. ik hoor het graag van jullie. En er zal vast nog een actie komen. Dus hou ons social media in de gaten. En er komt binnenkort, lanceren we ook onze webwinkel. Daar ben ik ook heel erg enthousiast over. Dus dan kun je gewoon heel makkelijk online willen aankopen doen. Blijf ons vooral volgen, liken en laat vooral ook reacties achter. Zodat wij ook weten wat wij beter kunnen doen. Daar leren we alleen maar van. Nou, heel erg leuk dat jullie keken. Bedankt. Assalamu alaikum.